Sterrenbeeld Kreeft, van harte welkom weer op het kanaal van Mireille Online. Leuk dat je komt kijken naar jouw maandlegging voor de maand oktober. Mireille hier, ik heb er zin in en ik hoop jij natuurlijk ook. En natuurlijk iedereen ontzettend bedankt voor al die leuke reacties. Superleuk, ik lees alles, ik reageer. En blijf dat ook zeker doen, want dat inspireert mij. Dat geeft mij ook heel veel energie terug en ik vind het gewoon super, super leuk. Dus we gaan met de chakra kaarten kijken voor een van de thema's. Dus ik ben heel erg benieuwd. Er zijn al hele mooie readingen gemaakt. En vergeet ook niet, als je dat nog niet gedaan hebt, eventjes te kijken naar de Mercurius in retrograde in jouw sterrenbeeld. Ten tijde van het opnemen van deze video loopt Mercurius ook nog steeds retrograde. En het is in de leggingen ook zeker nog te zien. Welke twee kaarten heb ik voor jou getrokken? Is ook wel handig als ik even de kaarten benoem natuurlijk. Ik heb hier waarneming en verwarring. Dat is heel dualistisch. Waarneming, wat neem je waar en hoe neem je waar? En verwarring, je lijkt wel iets niet waar te kunnen nemen of iets brengt jou in de war. Maar daar gaan we straks natuurlijk met de tarot ook naar kijken. Ik heb deze nog nooit eerder gebruikt, maar ik vind het waanzinnig leuke kaarten, die chakra kaart. Ik weet niet eens meer hoe ik eraan kom, maar ik vind ze hartstikke leuk. Ik zag ze in de kast staan en ik denk, nou, dat is leuk om mee te werken. Dus nou, we gaan eens even kijken met de wijsheid orakelkaarten. Wat die eigenlijk voor boodschap hebben voor jouw lieve kreeft. Zo. Ik heb balans en ik heb blij en gelukkig. Nou, dan kunnen we stoppen. Ja toch, even kijken. Waarneming, verwarring, in balans, blij en gelukkig. 26 is een 8, dus dat is natuurlijk oneindigheid. En dan hebben we hier ook nog, en ik zie de sleutel, eigenlijk een sleutelgat ook. Dus heel erg mooi, want dat betekent ook dat je bepaalde oplossingen zult gaan vinden. Sleutelgat zie je net hieronder. En in balans, dan zie je de lieve elf op een pilaar staan, op een van haar benen, zeg maar. En ik ben even aan het kijken, want het is 12 is 3, heilige 3, eenheid. Maar ook balans speelt een enorme rol. En ik moet zeggen dat ik dat in de voorgaande readingen ook zag. Dus eigenlijk de rode draad van die Mercurius in retrograde zag ik eigenlijk het vervolg in deze video. Dus dat vind ik dan wel heel erg mooi, want ineens breek je door. Ineens ga je het achter je laten. Ineens is het klaar. Dus laten we maar gauw naar de tarot gaan. Ik ben heel erg benieuwd. Voor de mensen die eventueel nog een persoonlijke consult willen, boek echt op tijd, want 6 oktober dan moet ik weer geopereerd worden. En niet heel ernstig of zo, maar hetzelfde als wat ik vorige keer had, maar dan op mijn knokkel en mijn elleboog. Ja, dan lig ik er denk ik een week of twee uit. Dus heb je haast, nog even snel boeken dan. En anders zul je na 6 oktober, ik verwacht een week of twee, even geduld moeten hebben. We gaan kijken. Koningswaarde. Zwaarde 8. Hallo, paarsje bekers, koningin van staten. Deze heb ik tot nu toe voor iedereen getrokken. Situatie achter je laten. Bekers 8. Zwaarde aas. Heel mooi. Ai, zwaarde 7. Zwaarde 5. En de wereld. En ik wil het zwaarde 5 ook, maar zwaarde 7. Het liefst zou je die er toch uithalen, zou je bijna zeggen. Ik vind dat altijd een nare kaart. Maar goed, hij hoort erbij. En ja, we moeten natuurlijk wel in waarheid naar een situatie kijken. We gaan kijken wat Madame Lenormand hierover te melden heeft. Die gaan we hier ook zeker in betrekken. Ja, ik zit ondertussen al in te voelen en te kijken wat ik zie liggen. Dat ga ik natuurlijk straks allemaal aan jou verklappen. Even kijken, we hebben hier de kist. Dan hebben we hier de ijsbeer. Dan hebben we hier de tuinen, de roede, de heer, de zeis, het boek, vogels, de slang. Die heb ik ook iedere ronde getrokken. Maar die snap ik ook wel weer. Ik ga eerst eens even kijken waar je nog in zit of net uit aan het komen bent voordat ik ga kijken waar gaat het naartoe.
hier is eigenlijk een ontmoeting. En die ontmoeting die zal ook zeker wel met blij en gelukkig te maken hebben. De tuinen liggen daarbij. En de tuinen gaan ook altijd over een ontmoeting, het leven vieren. Ook emoties, hè? Er zit ook water op die kaart. Kijk maar hier. Dus je ziet ook dat water op die kaart stromen. En die pagebekers, die is verzachting. Dus je gaat veel meer de verzachting in. Misschien zit je daar nu in, hè? En dat betekent dat je veel meer in je vrouwelijke energie gaat. Vergeving, verzachting. Wat ook vaak een rol speelt, is dat je spiritueel meer open gaat. Dus is ook altijd heel mooi om te zien. En ja, je bent ook, dat harnas mag er een beetje van je af. En je bent natuurlijk zo ontzettend gevoelig, kreeft. Maar, en als een kreeft gevaar voelt, dan zet hij een panzer op. Dan kom je daar ook niet binnen. Maar het lijkt wel of je zover bent nu, dat je dat panzer niet meer echt nodig hebt. Dus hoe lekker is dat? Ja, en dan heb ik hier koningin van staven. Met de strijd iets meester worden. Maar de koningin van staven kan, en omdat ik hier ook natuurlijk bepaalde kaarten zie liggen, kan ook wel met manipulatie te maken hebben. En aan de andere kant is zij ook heel zorgzaam voor anderen. Ik zeg altijd wel, maar wie zorgt er voor jou? En daar heb ik natuurlijk wel een vinger op een zere plek moment voor jou kreeft. Want die kreeft die zorgt al voordat de ander überhaupt geroepen heeft of aangegeven heeft, ik heb je hulp nodig. Die is zo empathisch, die is natuurlijk vanuit het moederprincipe altijd aan het zorgen, aan het regelen. Zorgen dat iedereen zijn natje en zijn droogje heeft. En zakdoekjes uitdelen, zal ik maar zeggen. En ja, het is ook wel heel erg belangrijk dat je die verzachting voor jezelf gaat vinden en voelen. Maar dat je daarmee ook gaat bereiken, dat je gaat voelen, wat heb ik nodig? Wat heb ik nu nodig en hoe zorg ik dat ik krijg, dat ik ontvang wat ik nodig heb, in plaats van alleen maar te geven wat anderen nodig hebben, terwijl je eigenlijk ook iets geeft wat je zelf ook nodig hebt en wilt ontvangen. En dan ga je wel wat meester in leren worden. Er zit nog wat strijd. En anderzijds kan het heel goed zijn dat er bepaalde kreeften gaan ondernemen, want het is ook de ondernemende mevrouw. En die weet precies hoe ze haar doelen moet bereiken. En ja, kan voor manipuleren staan. En het is heus niet zo dat alleen vuurtekens kunnen manipuleren, want dat doen alle tekens, alle mensen kunnen dat. Maar een kreeft vanuit de verlaagde trilling, want we hebben een hoge en een lage trilling, vind ik ook wat neutraler en vriendelijker klinken, kan soms ook een tikkeltje manipulatief zijn. Dus let daar even op. Uiteindelijk bereik je daardoor niet sneller je doelen. Je creëert een omweg voor jezelf. Je creëert soms ook onduidelijkheid of allerlei obstakels die helemaal niet noodzakelijk zijn. Dus ik geef het je alleen maar mee. Ja, dan zie ik wel dat je bepaalde dingen aan het afsluiten bent. En dat heeft ook met die strijd te maken. Dus je gaat echt een bepaalde strijd ook achter je laten. En de ijsbeer ligt hier ook. Dus laat ik daar nou eens mee beginnen. Die ijsbeer staat voor dominantie. Staat ook voor iets of iemand die misschien stiekem is. Met een, hè, of een verborgen gezicht heeft. Die situaties kan verzieken. Staat voor dominantie. Staat soms ook voor intense seksualiteit. Daar kunnen we ook gewoon niet omheen. Maar ik voel ook dat je in een voltooiing zit. Pakken we weer even zo deze situatie. Ja, dan pakken we natuurlijk wel de kist, de transformatie, het afsluiten. Maar natuurlijk ook rechtvaardigheid. En wat ik wel heel mooi vind, is dat de koning zwaarden naast de koningin staven ligt. Dus lucht en vuur gaan samen. En dat kan een heel groot vuur worden zelfs. Dus hou daar rekening mee. En dat kan in alle opzichten. Dat kan relationeel, maar dat kan ook met plannen zijn, hè, die je wil doorvoeren. Nou, wat gebeurt hier? Als jij jezelf niet bevrijdt van je frozen situatie, ga je verstarren. Blijf je in je boosheid zitten. Je zou jezelf hier moeten bevrijden, zeg maar. Dus er is nog een stuk starheid waar je niet blij mee bent. Iets heeft jou op een of andere manier vanuit die gevoeligheid vastgezet. Dat is even nog die laatste stappen naar die top van die berg. En desnoods is het een heuvel, maar jij moet hem lopen, niet ik. En die laatste stappen zijn altijd even wat pittiger. Wat ik heel mooi vind, want ik zie hier natuurlijk ook al waar het naartoe gaat, hè, met de zeis en de zwaarde aas naast elkaar. Je gaat de situatie achter je laten en dat ga je ook inzien. Dus ik vermoed ook dat jij
ergens in verzachting of ergens gemanipuleerd bent of iets of iemand heeft jou ergens aan je enkel weten te vangen. Zoals je die kaart van de duivel hebt, hè, dat je het gevoel hebt, ja, ik ben geketend. Je zit ergens in vast, maar daar ga je jezelf los van maken. Je kunt ook ergens zakelijk in vast geraakt zijn, hè, verstrikt zijn geraakt. Dat kan relationeel, dat kan op heel veel fronten. Het kan ook zijn dat het verleden je nog even vastpakt. En er is ook verwarring, want aan de ene kant zien we hier natuurlijk die paarse bekers, die zachtaardige, liefdevolle energie. Die vurige koningin van staven, die precies weet wat ze wil en hoe ze dat moet bereiken. Heel erg tegengesteld. En dan komt daar die koning van zwaarden, die rationele gast, die gewoon huppatee, pat, boem, dwars door alles heen kijkt en het overzicht hebt en heel scherp handelt vanuit het intellect. Nou, dan zien we hier, en daar ben ik wel heel blij mee. Aan de ene kant gaat het hart weer stromen. En deze meneer is recht door zee als persoonskaart. En ja, die komt eigenlijk tot de conclusie, dit dient mij niet, dit helpt mij niet. Ik ga echt al die bullshit uit mijn verleden achter me laten. Het is klaar, ik ga verder. Wat me niet vervult, laat ik achter me. En ja, dat correspondeert natuurlijk ook heel duidelijk met die kist die daar ook ligt. En ja, waar gaat het dan naartoe? Nou, aan de ene kant knopen doorhakken en beslissingen nemen. Dan zien we daar ook die aas van zwaarden, kracht bij tegenslag. Hier voelde je nog wat tegenslag, maar hier ga je weer helemaal in je power. En vergeet ook niet dat 10 is een 1, hè, is weer een nieuw begin. Dus je moet die knopen doorhakken. En in de nieuwe maanvideo heb ik het ook benoemd, er moeten keuzes gemaakt worden. En de weegschalen energie wil eigenlijk niemand tekort doen. Die wil die harmonie en die balans zo graag. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je die harmonie met jezelf gaat fixen. Dat is veel belangrijker. Ja, luister, ik vind het niet leuk om te melden, maar ik ga het wel doen. Iemand bedriegt jou, jij hebt iemand bedrogen. Er is echt iemand niet eerlijk. Ik zie hier de slang liggen, de vos liggen, die liggen boven elkaar. Strijd liggen, dat je hier vast zit, dat je hier wegloopt. Dat is niet mals. En dan heb ik hier het boek. En het boek staat ook voor geheimen. Niet dat er per se een geheim moet zijn. En er komt ook een nieuw begin. We hebben weer een 10. En dat valt mij op. We hebben een aas, we hebben een 10, we hebben weer een 10. Maar kijk eens even. Deze vriend vind ik nooit zo heel erg gezellig. En ik zie dat bij meerdere sterrenbeelden naar voren komen. Zwaarde 7, iets komt aan het licht. Geheimen komen boven. Hetgene waar niet eerlijk over geweest is, komt naar boven. Maar dit is vanuit de energie hoe jij naar de situatie kijkt. Dus je gaat ineens de waarheid onder ogen komen. Dus dat is heel erg mooi en wijk ook niet. Kom voor jezelf op. Sluit hier geen compromis in. Zet jezelf op de juiste hoogte qua waarde. Dat is heel erg belangrijk. Ik moet even een slok water nemen. Zo. Hallo, daar zijn we weer. En dan heb ik hier die koningin van munten. En samen met gesprekken. En er worden ook gesprekken gevoerd. Het is ook een aardekaart, dus ook geld. En die koningin van munten is ook geld. En het is natuurlijk een aardeteken. En aardetekens houden van de natuur, van dieren, van het goede leven. Maar deze dame, we hebben wel twee koninginnen en een koning. Deze dame wil, eigenlijk worden er gesprekken gevoerd over huisje, boompje, beestje, over veiligheid, over betrouwbaarheid. Dat alles moet kloppen, dat alles eerlijk moet zijn. Dit gaan we niet meer doen en dit wil je ook absoluut niet meer. Dat heeft best wel wat impact hoe je er ook naar kijkt. En dat kan heel goed zijn dat je in een nieuwe situatie verkeert. Met deze lieverd zal ik maar zeggen, maar dat dat andere stukje er doorheen komt, die slang, die geheimen, dat nog even aan je kleeft. Want als ik dan kijk van ja, maar hier ben je bang voor. Ja, je bent dus nog steeds bang voor bedrog. Terwijl hier, die gesprekken die je gaat voeren, die gaan over betrouwbaarheid. Die gaan over hoe ga jij je veilig voelen? Wat heb jij emotioneel nodig? En wat zijn jouw behoeftes? Dus dat is waar het nu wel echt om gaat draaien. Dat dingen in balans zijn en dat ook jouw waarneming. Kom ik weer met die waarneming en die verwarring. En denk dan maar weer eventjes aan deze twee. Kijk, waarneming en verwarring. En dan zitten we hier met leugens, bedrog en weet ik veel wat allemaal. Waar je natuurlijk niet vrolijk van wordt. Maar het moet toch boven water komen. Dus trek die pleister eraf. Dan kan je zo snel mogelijk je wonden gaan helen en verder.
Maar ja, dat is een beetje de dualiteit die ik hier wel heel duidelijk in zie liggen. Je bent ook bang om ruzie te krijgen. Je zit mentaal met illusies en manipulaties en dat soort dingen. Dan denk je, nou, lekker positief verhaal van Rijn. Ja, ik kan er ook niet anders van maken als wat ik hier zie liggen. Maar ik maak er wel altijd iets positiefs van, zodat je weet van ja, zo gaan we er doorheen. En zo gaan we het gewoon even fixen en dan ben ik er klaar mee. Je hoop en je vrees. Je wilt die gevechten niet, je wilt die ruzies niet. En soms ben je ook bang voor je eigen kracht. Wees maar niet bang voor je eigen kracht, mag ik tegen je zeggen. Durf er maar voor te gaan staan. Er zit gewoon een enorme angst op oneerlijkheid, op lelijkheid, op voor jezelf opkomen. Terwijl je dat wel heel graag wil. Dus ja, dat is wel even een dingetje wat je zeker even met je mee mag nemen. En natuurlijk kan het nooit 100% met alle kreeften resoneren. Vandaar mijn advies. Kijk het sowieso na een week nog eens terug. Want dan ga je het weer opnieuw bekijken. Vanuit een nieuw perspectief. Dan ben je alweer een paar dagen verder. Dan is jouw mind ook alweer wat verder. Op jouw proces. Daarnaast is het natuurlijk ook heel leuk om even te kijken naar de video van jouw maan. Of van je ascendant. Op Puur Medium kun je dat allemaal gratis berekenen. Linkjes staan ook in de video. En je kan uiteraard altijd bij mij terecht in de praktijk of voor een telefonisch consult op afspraak. En anders ben je natuurlijk altijd van harte welkom op puurmedium.nl. Zou daar sowieso eens gaan kijken. We hebben daar echt super leuke dingen voor jou. Hey, dit is waar we naartoe gaan. Dit is het einddoel. En dan pak ik voor jou het Rad van Fortuin. Dat is een hele mooie kaart. Weer een 10. Dus 1, 2, 3, 10 hebben we dan. Dus drie keer een nieuwe start eigenlijk, hè, naar dat nieuwe begin. Dit is een hele moeilijke, zware, harde les voor je. Maar het brengt jou uiteindelijk in balans. En het brengt jou uiteindelijk naar je ware geluk. Dus ja, je moet nog een bepaalde stuk dualiteit door. En dat is helemaal niet zo raar. Er zijn 6 planeten die retrograde lopen. Mercurius loopt op dit moment nog retrograde. Dat is toch, dan is dat niet zo gek dat het allemaal een beetje, ja, veel is, verwarrend kan zijn. Ja, we hebben hier aan de ene kant, hè, ik heb ze natuurlijk zo voor me liggen. Dan hebben we natuurlijk hier dat vosje en dan hebben we hier de slang onder liggen. Ik heb ze ook lekker vast. Kijk, en dan is dit vind ik nou zo lekker. Maar die vos gaat ook over werk, carrière. En het lijkt wel of je een hele nieuwe ronde ingaat. En ik mag je, want het vosje staat ook voor sluwheid, eigenlijk wel een beetje aanmoedigen in je sluwheid. Betekent niet dat je zelf deze gast moet worden, die 7. Zwaarde 7. Maar je mag daar best wel wat sluwer mee omgaan. Soms ben je gewoon, ja, best wel wat te lief. Maar laten we kijken met de herstelde orde. Waar gaat die oneerlijkheid over? Laten we daar eerst eens even naar kijken. Dus dat boek met die zwaarde 7. Dat zou ik wel eens even willen bekijken. Nog één keer. Ja. Een soort alsof je een soort ja in je handen voelt. Voel me net een beetje een gek. Wauw. Oh my god. Dit is echt, dit heb ik nog nooit tegelijk getrokken. Dit is in de normale tarot, is dit een 6. Een hoge arcana kaart. Als we dan deze erbij optellen. Dus dat bij elkaar optellen. 15 is ook een 6. Allebei staan ze voor keuzes. En we hadden het net nog over de duivel. Dus we hebben hem op zijn staart getrapt. Dit gaat erover een keuze. Hè? Waar kies je voor? Ze is heel erg vanuit haar gevoel, haar intuïtie en de engel Gabriel. De ander zegt het is Lucifer, de desire, het maakt niet uit. Zij is daar heel erg mee verbonden. Hij is belust op haar. Dus hij is op zijn prooi uit. Deze staan ook voor keuzes. En soms kies je hiervoor en soms kies je voor de slang, hè, in het Hof van Eden. Dus dan neem je toch een hap van die beruchte appel. Dan hebben we die andere kaart waarin je eigenlijk al ergens in gevangen zit. En je ziet die ketens, maar je ziet dat ze eigenlijk heel sterk met elkaar overeenkomen, deze twee. Allebei zijn keuzes. Het kan zijn dat je in een verleiding gestapt bent of iemand jou te pakken heeft genomen. Je kan ten alle tijde een nieuwe keuze maken. Dit is een keuze en dat is een keuze. Maar, nu je dit weet,
Iets of iemand klopt niet, er zijn geheimen. En je hebt twee keuzes. En die liggen gewoon bij jou neer. En ik kan me ook voorstellen dat je zoiets hebt, wow, hallo Van Rijn, dan weet ik het niet meer. Laat het zakken, kom je er echt niet uit. Je weet me te vinden. Ik ga kijken naar die zwaarde 5 met die slang. En ik wil de wereld met die vos zien. Want er moet hier wel nog even het een en ander onthuld worden, zeg. Wat een situatie. Maar je ziet het ook weer, hè? Die verwarring die er ligt. Wat een sterke kaarten zijn dit, zeg. Die chakra kaarten, geweldig. Ja, ik heb hier Ode Geliefde. Situatie achter je laten weer. Zwaarde 10. Ik moet deze allemaal pakken. En die pak ik hierop. Dus op die zwaarde 5 met die slang. Daar wilde ik antwoord of in ieder geval meer inzicht in krijgen. Dat heeft inderdaad met aantrekkingskracht te maken voor iemand. Maar er zit een angst op. En wat eigenlijk bij het inzicht ook wel ligt. Je gaat hier dus ook daadwerkelijk, en dat vind je ook eng. En er ligt een angst op. Je gaat het achter je laten. Je gaat de situatie die geweest is achter je laten. Ik voel dat je eigenlijk die aantrekking wel wil. En die liefde wel wil. En die, ga je, hè, die samenwerking of wat er ook voor commitment komt. Maar daarvoor zul je eerst het een en ander achter je moeten laten. Zul je gesprekken moeten hebben over die betrouwbaarheid. En ja, dualistischer heb ik hem nog niet gehad in deze ronde. My god. De kluizenaar laat even zien van ja, oké, schijn het licht er maar eens even helemaal opnieuw op. Dit zijn gewoon, dit zijn verschillende processen in een proces. Dat zijn wel de laatste stukken. En zwaarde 10 is helemaal niet erg, want dat betekent eigenlijk, je gaat het achter je laten. Je bent niet meer gewond en wat geweest is, is klaar. Er zit alleen nog een angst op. Dus het is heel belangrijk om het verleden achter je te durven gaan laten, knopen door te durven hakken. Ja, deze is echt mega, mega belangrijk. Dat je hier heel helder naar durft te kijken. En geen onbezonnen, ondoordachte dingen doet. Dat je niet gaat twijfelen aan je intuïtie. Maar laten we met de liefdeskaart ook maar eens even kijken of er nog meer aanvulling is op dat vlak. Wat een pittige reading voor jou, Kreeft. Maar ja, het is zoals het is natuurlijk. Een bruiloft. En speelsheid. Nou, vind ik helemaal niet slecht. Maar er liggen ook hele mooie dingen, hè? Dus ik heb het gevoel dat er gewoon ergens nog een of andere wortel zit. Of een koord zit met iets wat jou is overkomen. Wat ergens weer getriggerd wordt. En dat jij in je angst schiet. En dat daarnaar gekeken moet worden. Zodat je vanuit een nieuw vertrouwen verder kan kijken. Oh, ik wilde nog op die vos kijken. Laat ik nou eerst nog even op die vos kijken. En dan gaan we terug naar die liefde. Wat ontzettend stom. Ik wilde nog even naar die vos kijken. Omdat die mij nog niet helemaal duidelijk was. Ah, vandaar. Vergeving, verzachting. En dan pakken we ook nog even een Lenneman kaart erbij. Ah, dat is mooi. Kijk, we hebben een Rad van Fortuin en weer dualiteit. Dus op dat Rad van Fortuin. 10 naar een 1 overgang. Cyclus voltooid. En er komt heel even wat dualiteit op. Je vindt het wat eng. Dan hebben we daar de vergeving, de verzachting. Ook weer die paarse bekers. Dus daar draait het allemaal om. Dan ga je een heel nieuwe fase instarten. Dan heb ik voor jou op die vos. Aan de ene kant die sluwheid. Maar ook werk en carrière. Dat je keihard hebt gewerkt. Maar ook de groei die we hier eigenlijk zien. En persoonlijke berichten die naar jou toe gaan komen. Dus dan hebben we die even afgerond. Ik denk, ja, dan is het niet af. We hadden hier op het gebied van liefde bruiloft. Bij deze situatie hoort een bruiloft. En speelsheid. Als je de romantiek wil doen herleven, laat dan de levenslust van je innerlijke kind op de vrije loop. Nou, als ik heel eerlijk mag zijn, zou ik dat ook doen. Ga spelen, ga schilderen, ga krijten, ga rennen, ga... Alsjeblieft, ga even hele kinderlijke dingen doen. Ga even helemaal naar dat innerlijke kind. Er staat me ook nog even, dat komt bij me binnen. Check even die innerlijke kindmeditatie als het je te veel gaat worden. Zodat je stap voor stap weer stapjes naar jezelf kunt maken. Puur Medium staat vol informatie over hechting, veilige hechting, niet veilige hechting.
Innerlijk kindstukken, heling van het innerlijk kind. En dat zijn allemaal wat hulptools die je ja, zeker eens tot je kan nemen. Want dit is best wel zware shit, om het even heel ordinair te zeggen. Maar ik vind het veel, ik vind het zwaar. Je kan je heel goed doorheen, maar het is best pittig. Maar de belofte is wel, als je hier doorheen bent, ga je zo die verzachting in, zo in je kracht staan, zo ontzettend groeien. En balans, en blij en gelukkig. Dan krijgen we hier ook nog de, hè, een bruiloft. Dat hoeft natuurlijk niet letterlijk te zijn. Hè? Voor altijd en eeuwig. Jullie verkeren in een eeuwige gelukzaligheid. Samen met evenwicht. Door een goede relatie word je ondersteund en uitgedaagd. En zo is het. Had ik die al laten zien? Ik weet het niet eens meer. Ik ga zo op in al die energie. Dan verspreek ik me. En dan wil ik 100 dingen door elkaar tegelijk vertellen, wat natuurlijk niet kan. Kijk, deze heb ik nog voor jou. Lieve kreeften, allereerst hoop ik dat ik jou heel veel mooie nieuwe inzichten heb mogen geven. Inspiratie heb gegeven, vooruitzichten. Ik zou het enorm waarderen als je mij hier in een reactie laat weten wat je van de video vond. Dat vind ik super leuk om te lezen. Geef mij heel veel inspiratie en motivatie natuurlijk. Gooi je duim omhoog. Deel de video, deel eens vermenigvuldigen. Ik deel mijn kennis en ingeving met jou. En als jij dan de video weer deelt, dan wordt het alleen maar groter. Hebben veel meer mensen er plezier van. Ik wens jou een waanzinnig, mooi, waardevol proces. Zet hem op. Je kan dit, dat weet ik zeker. En ik zou zeggen tot de volgende. Doei doei!